Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we gaan als het goed is, gaan we aankomend weekend 5 kermissen doen. En de 5 kermissen, ja, ik ga lekker niet vertellen waar. Dat vind ik gewoon even leuk om een keertje weer eens een keertje wat niet te zeggen. Ja, vorige week natuurlijk een zondag een rot dag gehad. Maar ik hoop dat we er nu weer gewoon de leuke kermissen hebben. En ja, we gaan er weer wat van maken. We zijn weer met z'n drieën zijn we weer. Ricardo, Ger en ik. En we gaan weer, als het goed is, 5 kermissen bezoeken. Ja, ik heb er zin in. Ik heb er altijd zin in. Het is altijd leuk. We gaan overal naartoe, het hele land door. En ja, ik heb er wel weer zin in om naar de kermis te gaan. Dus wat dat betreft, ja, gaan we weer een leuk weekend ervan maken. En dat heb ik wel nodig, want het is nog steeds een rotzooi boven me. Het is nog steeds herrie. Het is inmiddels al de tweede week al. Dus ja, ik hoop dat snel, opkrassen. Maar ja, we gaan, ik zet de televisie tegenwoordig gewoon maar wat harder en GTA aan. Dan hebben ze ook last van mij. Dus ja. Trouwens, over GTA gesproken. Ik heb natuurlijk heel veel GTA de afgelopen tijd gespeeld. En heel veel missies gedaan. En ja, het was gewoon leuk. Ik heb gewoon in totaal nu al iets van 14 miljoen heb ik al bij elkaar gespaard. 14 miljoen bij elkaar gespaard. Door die missies te doen. En dat is echt heel erg leuk. Ik had trouwens vrijdag had ik een livestream. Nou, die werd niet goed bezocht. Dus ja, ik hoef gewoon GTA gewoon niet meer op mijn YouTube kanaal te doen. Want ja, het heeft geen draagvlak. Niemand kijkt. Dus ja, waarom zou ik dan nog GTA doen? We gaan hem gewoon weer voortaan. Ga ik het niet meer op YouTube doen, dus maar op, hoe heet het programma ook weer? Vertel het eventjes, ik weet het even niet meer. Twitch was het. Dus ja, dat dus helaas. In ieder geval gaan we er weer een hele leuke kermis van maken. Ik laat hem ook weer neerleggen, want ik heb niet echt heel erg veel te vertellen. Er is niet van de week heel erg veel gebeurd. In ieder geval dat ik ontzettend pijn in mijn strot heb. Hier vooral doet het heel erg pijn. En ik ben weer strot verkouden. Dus dat schiet weer lekker op, schiet het. Dus we maken er maar het beste van. We gaan in ieder geval van het weekend, zaterdagavond, zijn we weer op pad. En gaan we weer kermissen bezoeken. En ik hoop dat dat weer heel erg leuk wordt. En voor de rest zien we het allemaal wel. Dus in ieder geval, ja, bedankt jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal. De volgende vlog dus weer allemaal kermissen. Ja, hoe kan het ook anders, hè, natuurlijk. Groetjes van deze kant, tot de volgende. Bye bye. Hoi.